Ik blijf een beroep doen op u allen om u te houden aan de regels. Als u dat niet doet, gaat de regering genoodzaakt zijn om strengere maatregelen te treffen. En heel veel mensen vragen al, begint u met die strengere maatregelen omdat anderen niet horen? Ik doe een beroep op u allen om elkaar bij te staan. Die sociale controle moet meer dan ooit er zijn. Houdt u zich aan die 2 meter afstand. Gaat u niet naar op straat als het niet moet. Blijft u thuis. Wij gaan strenger op gaan treden als wij merken dat wij samenscholingen hebben. Als wij merken dat wij groepen bijeenkomsten hebben van meer dan 100. Als mensen zich niet houden aan de distance, aan de afstand van 2 meter. Ik wil praten met de mensen die in quarantaine zijn. Ik vraag dat u zich houdt aan datgene wat wij hebben afgesproken met u. De instructies zijn gegeven. Er zijn instructies op papier die u heeft gehad. Houdt u zich alsjeblieft, en ik ben volgens mij de derde persoon of de vierde persoon die dat vraagt van u. Houdt u zich daaraan. Omdat er ook een moment gaat komen waarop wij dus niet meer gaan praten en uitleggen. Maar dan gaan we daadwerkelijk andere maatregelen, genoodzaakt zijn om andere maatregelen te treffen. Ja toch? En u gaat het hoogstwaarschijnlijk niet prettig vinden. Maar u laat ons geen andere keus om dat te doen. Dus wij doen een beroep op de mensen die nu in quarantaine zijn. Houdt u zich aan de regels die gesteld zijn. De mensen die zich niet houden aan de regels gesteld door volksgezondheid, de thuisquarantaine regel. Wij gaan streng tegen u optreden. U brengt het leven van u en van anderen in gevaar. Houdt u zich aan de regels van volksgezondheid, anders gaan de veiligheidsdiensten zeer streng optreden. Reeds in andere landen worden mensen gevangen genomen. U bent voor een reden thuis, zoals het vaak wordt gezegd. Maar we gaan er niet voor schromen om anders op te treden en u weg te halen uit thuisquarantaine wanneer het blijkt dat u zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld. Want mocht het zijn dat u niet opvolgt wat er wordt gezegd, bestaat de kans dat u anderen zou kunnen besmetten, mocht u zelf besmet zijn, die is natuurlijk groot. En wij willen dat toch wel voorkomen. En if what Ebola Sani? En als we merken dat meer mensen van thuisquarantaine op straat gaan wandelen, gaan we iedereen in overheidsquarantaine zetten. Dat is hetzelfde. Mensen hebben het idee dat overheidsquarantaine een gevangenis is en thuisquarantaine ben je thuis. De comfort van thuis is natuurlijk prettig. Je eigen omgeving. De overheidsquarantaine is geen gevangenis. Thuisquarantaine of de overheidsquarantaine na SEM. Je blijft op een kamer, je mag geen bezoek ontvangen, je mag niet naar buiten gaan, je moet niet met andere mensen in contact komen op een kortere afstand dan 2 meter.